De werkzaamheden aan het station zijn in volle gang. Sporen 3 en 4 krijgen een verlenging, kantoren rijzen op uit de grond en de plannen voor meer parkeergelegenheid zijn al ingediend. Nou, afgelopen zomer is er gewerkt op de perrons. Op die perrons zijn funderingen aangebracht voor de opbouw die op een later moment gaat plaatsvinden. Infrastructuur is aangelegd, dus behoorlijk wat werkzaamheden die nu niet zo goed waarneembaar zijn, niet zo goed zichtbaar zijn, maar die wel heel belangrijk zijn om straks vlot te kunnen bouwen. Waar het als een eindeloze bouwput voelt, verloopt alles volgens plan. Wij hebben inderdaad een hele strakke planning, maar die wordt tot op heden keurig gevolgd. Aannemer levert daar behoorlijk inspanningen voor om dat allemaal waar te maken. Dus wat langere dagen soms als dat nodig blijkt. Dus planning loopt goed. Toch moet er tot het einde van het jaar nog veel gebeuren. Tot het einde van het jaar wordt er heel hard gewerkt aan de opbouw van het kantoor, goed zichtbaar. Dus we zitten nu op niveau 3, we gaan straks doorbouwen naar 4 en 5. We gaan einde van het jaar ook al de eerste werkzaamheden boven spoor 8 laten plaatsvinden. Dus de aansluiting vanuit het perron op het kantoorgebouw. We starten met afbouwwerkzaamheden in de terminal. Afbouwwerkzaamheden van de commerciële ruimtes en er wordt ook gebouwd aan de woningblokken aan de noordzijde van het station. Voor de voetgangers duurt het nog even. De tunnel kan eind dit jaar in gebruik genomen worden. Nu is de brug de enige oversteek. De nieuwe tunnel, daar starten we dus op korte termijn met de afbouwwerkzaamheden en die moet in het najaar van volgend jaar opengesteld gaan worden. We hebben gemerkt dat de gebruikers even hebben moeten wennen. Dat ging vrij vlot en daarna hebben we geen klachten gekregen over het gebruik en over de hoogte van de brug.